wat u gaat doen, u doet uw handen omhoog, zo eventjes zo, ja. En dan doet u ze naar voren. En legt u ze zachtjes op de schouder van uw collega. Handen weer omhoog. Ja. En dan draait u 180 graden andersom. Ja, ja. En u krijgt wat u gegeven heeft. Precies, u geeft wat u ontvangen heeft. Misschien ben je wel op Facebook bezig of heb je een pagina aangemaakt. Dan ik zou graag wat meer uren in een dag willen hebben om die sociale media te kunnen volgen. En ik ben nog op zoek naar een casus die ik op Facebook kan zetten. Ik hoop volgend jaar dat ik per dag nog gemiddeld 5 collega's kan zien. Zo. Hebben ze inderdaad, ja. Ja, ik was iets te laat. Ja. Wasmachine stond aan, dus dat duurt al wat langer, weet je wel. Ja, ja. Net een sms'je. Oh. Moet even inloggen, het systeem. Ja. Even kijken hoor. Ja. Hebben wij geen desktop hier? Op deze plek? De iPad is voor leidinggevende. De iPad is voor de eigenaar. Oh. Ja, nee. Nee, want het is zo, als je heel veel moet doen, dan krijg je of een desktop of een laptop. Oh. Hoef je niet zoveel te doen, dan kun je met een iPad prima uit de voeten. Ja. Als er wat is, ja, er is nooit iets natuurlijk, maar... Ja. Hè? Oké. Okay. Ja, je bent één van de 5 mensen die ik nog zie in de week. Ja. Tot ziens. Eigenlijk zit hier wel een beetje een emotie onder. Ja, dat werkt. Dit is eigenlijk ook een soort therapeutische workshop. Het werkt therapeutisch, ja. Ja. Ik voel weer een sms'je aankomen. Maar ik heb mijn mond erin gestaan. En ik heb helemaal geen desktop hier. Ze hebben alles weer weggehaald. Vroeger kreeg ik alles. Ik kreeg niks. Ja. Wat gaat het jou opleveren, het nieuwe werk? Het geeft mogelijkheden. Nou, mooi, dankjewel. Waar zie je het meest tegenop? Als er gewoon dingen niet gaan zoals ze moeten gaan, zoals je wilt. Door vanaf bovenaf het goede voorbeeld te geven. Dus ook de directie, flex ja, en... Ja, anders werkt het niet. Oké. Sorry. Nee, anders werkt het niet. Hij is erbij, nee, komt aan. Maar we herhalen het nog wel een dat keer. Dat is ook bewezen. Ja. Kijken hoe dat eruit ziet, zo'n quest voor het nieuwe werken over een jaar. Hè? Mijn grootste angst is dat het een keer niet lukt. Ja. Dat lijkt me het lastige ervan. De directie dan, hoe deed die dat dan? Nou, die kwam je gewoon tegen. Ik kan me zelfs nog herinneren... Waar? Dat ik aan hetzelfde tafel zat als de algemeen directeur. Ja. Aangaan, onzekerheid, hoor ik. Frustratie. Je moet een sms'je krijgen, ja, dat moet je invoeren. Nee, doe niet, dan kun je inloggen. Dat komt er helemaal niks. Ja, het is gewoon doodsimpel, weet je. Wat doodsimpel? Doe ik het? Ja. Hoe doe ik dat thuis dan? Ja, daar heb ik alle gegevens. Ik krijg een hulp. Je krijgt de gegevens via een sms'je. Ja. Heb je je token wel ingeleverd? Ja, dan weet ik dat niet dat dat moest. Ja, god, wat een organisatie zeg. Daar vertelt niemand iets tegen mij. Nee. Ik heb gisteren nog 1,5 uur tegenover de directeur gezeten. Ja. Ik heb niks gezegd. Niks gezegd. Nee. Ja. Ik zag mijn lint met zijn iPad spelen, ja. Die wil ook te lezen. Die wil ook rustig werken. Ja, want ik ben goed in de preventie. Ja, ik weet hoe dat moet. Dat kan ik iedereen vertellen. Dat weet je hoe je dat doet. Dan moet je heel goed luisteren. En dan weet je hoe het gaat. Dan heb je in de gaten. En dan ben ik prima, jongen. Ja, nee, ja. Ik weet zoveel. Als jij voor mij staat. Ik weet zoveel. Ik luister naar ik je kinderen. Zoveel. Ik luister naar je man. Ik weet zoveel. Ik luister naar een verslaafde. Als het kan. Ik weet zoveel. Dus ik weer bij de... Begin jij nu? Zal ik even? Improvisatie. Ja. Nou, dan begin ik al. Ja, oké.